Goedemiddag, daar ben ik weer. Zeldenplay 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we 3 Purple Coin missies gehaald. En in deze aflevering gaan we hopelijk de laatste 2 sterren te pakken krijgen. Klein dingetje wat ik vergeten ben te vertellen in de vorige aflevering. We hadden de batterij grap niet meer. Op het moment dat ik de opname wou starten, scheen mijn Wiimote uit en moest ik dus echt mijn batterij gaan vervangen. Dus vandaag, in ieder geval, we gaan naar Toy Time Galaxy. Dit is één van die galaxies waar purple coins een uitdaging zijn die je niet echt prettig gaat vinden. Je hebt namelijk hier ook purple coins. Alleen in plaats van dat deze purple coins, deze die is me altijd bijgebleven. Aangezien dat bijna praktisch hetzelfde is als de purple coin missies van Mario Galaxy 2. In plaats van Mario gaan we naar de Luigi kant. En zoals je dus ziet zijn er heel erg veel muntjes. Als ik me niet vergis, moet je ze hier... Het zijn er 110, dus je mag er maar 10 missen of zo. Dat staat hier gelijk ook op het bord, als ik me niet vergis. Oh, het zijn er 150. Oké, en het is ook nog eens een keer een tijdslimiet. Het enigste nadeel is dus je moet rekening houden met... Als je in de green goo valt, is het een instant death. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Deze ritsen die wil je meenemen. Deze ritsen hier, die bevatten heel erg veel muntjes. En vergeet niet, je mag 50 muntjes missen. Dus heb je zo'n muntje waarvan je denkt van, nou nee, sorry, die is een beetje te moeilijk. En hier heb ik dus al een screw-up gemaakt. Maar ik probeer me eigenlijk hier zo snel mogelijk maar eventjes te recoveren. Dit is niet makkelijk mijn audiocommentaar, jongens. Dus mocht ik nou een hele obvious fout maken, mijn excuses daarvoor. Ik probeer hier mijn bed. Nee! Oh, kom op! Ik deed het niet! Dankjewel, Bowser. Oké, weer terug op dit punt. Ik heb hier dus eigenlijk zeg maar een specifieke route voor, zoals jullie dus eigenlijk al een beetje hadden gezien. Ja, mocht er dus zeg maar nou een faal komen, ik gebruik elke keer dezelfde route. Dus bij faals, ja, dan knippen we gewoon dus eigenlijk zeg maar naar het punt toe. Waar ik dus zeg maar eigenlijk gefaald heb en waar ik dus... Dus munten kunnen een beetje variëren, zoals bijvoorbeeld net had ik daar met 2 muntjes. Misschien dat ik daar de volgende keer 4 muntjes heb. Maar wat dus zeg maar het moeilijke van dit level is gewoon 1 foutje. 1 klein foutje, 1 misstap. En je kunt overnieuw beginnen. Je hebt 100 muntjes te verzamelen. Je mag 50 overslaan. Dus het spel is toch wel een beetje generous. Maar hou er wel rekening mee dat je moet dus zeg maar ook nog eens een keer terugkomen op het punt. En je hebt nog eens een keer een tijdslimiet. En raak je per ongeluk de green goo aan. Dan kun je het gewoon vergeten. Oké, ik probeerde daar eigenlijk een paar muntjes mee te jatten. Oké, ik hoef nog maar 15. Ik kan dit. Ik hoef niet meer te falen. 10. 4! Oké. Gewoon hier die long jump. Oké, als die long jump eindigt hier. Als die long jump eindigt. Ik ga dit spel haten vooral. Oké, gelukkig. Ik heb 101 muntjes. Oh, serieus. Als dat echt. Als die long jump in de cutscene zou eindigen. En dat ik gewoon in de green goo zou springen. Ik zou boos zijn geworden. En niet zo zuinig ook niet. Oké, nou we hebben dus 119 sterren en ik weet jammer genoeg wat de laatste Purple Coin missie is. Een van mijn minst favoriete Purple Coin missies. Nee! Mijn minste favoriete coin missie, nou ja, er waren er meer. Zoals, deze die valt op zich wel mee, maar net zoals die Honey Hive clone. Nou, op zich wilde die ook wel mee, maar die ijswereld die dus zeg maar in de vorige aflevering waar ik dus ook een fast forward voor nodig had. Dit is er ook eentje waar ik niet zo liefhebber van ben, omdat je hebt dus zeg maar heel erg veel water... Water, met een accent, met een water. En als ik me niet vergis, heb je hier geen tijdslimiet. En is het weer zo'n level waar alle paarse muntjes, zeg maar, paarse muntjes, her en der overal weer verspreid zijn. Yay! Wat hier dus het nadeel van is dat we dus weer 100 muntjes moeten gaan verzamelen. En dat ik dus weer op een fast forward moet gaan gooien. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind, aangezien dat dit dus de 120ste ster was. Maar ja, het is in zo'n volgorde gekomen. Dus ik kan er weinig aan doen. Voordat ik begin met de fast forward, deze Toad zegt tegen jou: if you need help collecting all those purple coins, I've got Toad Bridges and Server Ships in position. Wat lief. Als ik me niet vergis, en ik doe dat nogal vaak, dus op het einde van de fast forward zou ik het wel zeggen, zitten er geen paarse muntjes onder water. Nogmaals, als ik me niet vergis. Het kan natuurlijk zijn dat ik me gruwelijk vergis hier, maar
Ik dacht dat er hier geen paarse muntjes onder water zouden zitten, dus zonder enig oponthoud. Laat een fast word maar komen. Als bij Luigi. Doobie! Toch vraag ik mij af hoe dat die munt daar mij is ontkomen. Dat vraag ik mij toch even af hier. Maar goed, maakt niet echt zoveel uit. Ik bedoel, we hebben hem, daar niet van. Maar op zich is deze Purple Coin missie niet heel erg moeilijk. Aangezien dat, ja, je gaat gewoon eigenlijk een ronde af en probeert dus elke munt die je ziet mee te nemen. Dus op zich is deze niet zo lastig. Het is gewoon irritant dat je dus zeg maar langzaam door een heel level heen moet, omdat je al die paarse muntjes moet gaan halen en daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Dat is praktisch. Sorry. Dat is praktisch dus zeg maar het enige wat er gaat aan zulke verspreide 100 coin missies. En natuurlijk is die ster helemaal bij dat kasteel daar te vinden. Moet ik dus helemaal daar naartoe lopen waar ik dus weinig zin in heb. Maar goed, dit is dus de laatste Purple Coin missie die we hebben gehad. En eindelijk zijn we klaar dus met Purple Coins. Ik ben er zo blij mee. Dit betekent 120 sterren. Tot we dus zeg maar dadelijk iets speciaals zullen zien. Ik ben benieuwd. Even kijken hoor. Waar zit die ster? Want ik zag hier net dit hier. En die ster die zit toch niet helemaal bovenaan. Hè? Of zit hij gewoon hier achter deze? Ik heb net de locatie gezien. Ik ben hem nou alweer vergeten. Gaat goed. Luigi, ga gewoon naar die wolk. Ga gewoon naar die wolk, Luigi. Yes or me, new BG. Oké. Okay. Die was heel erg slecht, sorry, ik weet het. Oké, nou hebben we die. Oké, zit daar niet boven, dus waar zit die dan? Sterretje. Waar zit die ster dan? Waar zit die ster nou? Zit die gewoon niet daar? Oh mijn god, gaan we dit serieus meemaken? Zelda Play 20 keer de ster niet binden. Oh mijn god. Menen we niet. Ik weet zeker dat ik net dat kasteelding zag. Of zag ik dat op de achtergrond dan of zo? Jongens, ik ben zo terug. Dit gaan we echt menen. Oh, ik moet gewoon een extra knip in lossen omdat ik dus niet te sterk kan vinden. Ik weet het. Sneu. Sorry.
Weet je wat ik nou gewoon het allerergste vind? Ik hoor jullie facepalms gewoon. Ik hoor ze gewoon. Recht in mijn oor. Ik hoor het gewoon. Ik zeg van, doei, Zelda player. Ben er nou zo dom bezig of lijkt dat nou maar zo? Ah, het spijt me jongens. Ik weet dat je moet heel erg goed op die kaart zien letten, want hier zit die ster. Ah, sorry. Geef hem nou maar gewoon. Ik weet waar dat die... Dank je. Sorry. Maar goed, we hebben dus sterretje 121. Dit betekent maar één ding. Now we have enough star power to go to another world! But before that, we must help your special one. Are you prepared to travel to the center of the universe? Nog niet bepaald. Ik wil eigenlijk deze cutscene. Please speak to me again when you are ready. Er is nog één ding wat ik namelijk wil doen voordat we dat gaan doen. Ik heb heel veel reacties binnengekregen tot op het moment dat je 120 sterren hebt verzameld, tot er een extra ster verschijnt. En heel eerlijk gezegd, was ik hiervan niet op de hoogte. Je hebt hier zeg maar de drie eilanden en er in de reacties is me dus aangegeven dat er hier een extra ster zou zitten. Blijkbaar niet. Ik zie hier geen extra ster zitten. Hoi, ik. Heb jij een extra ster hier ergens gezien? Nee? Ja. Je bent zinloos. Was je maar wat nutvoller. Nou, ik ga je dus nu niet even rond gaan kijken naar de nieuwe ster of zo. Of de extra ster of hoe dat dan ook precies zat. Ik ga gewoon heel eventjes kijken hoe dat ook alweer met die extra ster zat. Waarschijnlijk moet je eerst dan dingen verslaan. Ik wou zeg maar voor vrijdag de final episode bewaren. Dus mocht er inderdaad nog een geheime ster zitten, je hoeft het niet in de reacties neer te zetten. Want ik neem dit nou al op. Dus als er reacties komen, dan is vanmorgen al eigenlijk opgenomen. Dus toch bedankt daarvoor. Ik ga het heel eventjes kijken hoe dat er ook alweer zat. En in de volgende aflevering gaan we dus naar de finale. Dus heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En morgen zie ik jullie allemaal in de finale van Let's Play Luigi Galaxy. Ik dank jullie voor het kijken en tot dan. Doei!